Goedenavond. Er is verhoogde paraatheid aan de Nederlands-Duitse grens in verband met de IRA-aanslag op een Britse kazerne in Duisburg. De daders zouden er vandoor zijn gegaan in een auto met een Nederlands kenteken. Ongebruikelijke hekjes op de grensovergang bij Venlo op de A3 die naar Duisburg gaat. Maar ze staan aan de Nederlandse kant, al staat er een auto van de Duitse politie achter. Vooral het verkeer dat de Bondsrepubliek ingaat lijkt dus strenger gecontroleerd te worden. De Nederlandse automobilist reed vorige maand op de snelwegen gemiddeld iets harder dan in mei, maar nog altijd binnen de toegestane maximumsnelheid. Volgens metingen van Rijkswaterstaat reden de auto's in juni gemiddeld bijna 110 km per uur op gedeelten waar ze 120 mogen rijden. Dat is ruim 1 km per uur sneller dan een maand ervoor. Op de 100 km wegvakken registreerde Rijkswaterstaat een gemiddelde snelheid van precies 100. 1,5 km per uur sneller dan in mei. Vrachtauto's en bussen gingen nog altijd gemiddeld 5 km per uur harder dan de 80 die ze mogen. De politiekorpsen van enkele grote steden zoeken ondertussen naar mogelijkheden om snelheidsovertreders efficiënter aan te pakken. Er zijn te weinig agenten om alle bekeuringen te verwerken. De Franse vrouw die betrokken zou zijn bij de aanslag op het Griekse cruiseschip blijkt een toeriste te zijn die bij de aanslag is omgekomen. Dit heeft de Griekse politie bekendgemaakt. Gisteren werd een foto verspreid waar Isabel Bismuth op stond samen met Zozab Mohamed, een van de verdachten. De foto was genomen door de scheepsfotograaf. Het lichaam van Bismuth is vandaag geïdentificeerd. Per abuis had de Griekse politie haar eerst voor een Marokkaanse gehouden. Er zijn wapens in beslag genomen in Nagorno-Karabakh, de rebellerende provincie in de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Dit berichtte de Russische televisie direct na de verklaring van de openbare aanklager van Nagorno-Karabakh dat de afscheidingspoging van de provincie een schending is van de Sovjetwet. De Amerikaanse dollar bereikte vandaag in Europa een hoogtepunt voor dit jaar. In Amsterdam steeg de koers van de munt naar 2,08 gulden. In de ochtend was er op de Europese valutamarkten weinig animo bij de handelaren voor de dollar. Ze wilden de eerste handelscijfers van vrijdag afwachten voordat ze weer een risico zouden nemen. Maar toen in de middag een hoge ambtenaar van de Federal Reserve Bank in Amerika zei dat de stijging van de munt in de afgelopen weken normaal was, vloog de dollarkoers omhoog. Handelaren zagen in de uitspraak een teken dat de dollar nog wel verder mocht stijgen. In de drukke handel die toen ontstond, steeg de koers in Amsterdam snel naar het hoogste punt van dit jaar. Nieuwe ontwikkelingen rond de Anna Broeren. Vanavond is het plan van de berging veranderd. Omdat een van de twee tanks met acrylonitriel al dagen aan het lekken is, zal die eerst worden leeggepompt in een ander schip voordat het wrak, dat nog steeds 30 meter diep op de zeebodem rust, naar boven wordt getakeld. Maar voordat die pompoperatie begint, moeten de weersomstandigheden op de Noordzee weer beter worden. En dan het weer tot slot. Buien, sommige met onweer, maar ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 17 graden. En dit was het laatste journaal voor vandaag. Voor nu of voor straks, welterusten.